Heb je ze gezien in de Tweede Kamer? Ja. Zo stonden ze. Alsof er gescoord was in de Champions League. Ja, de klimaatkneuzen stonden zo te juichen. Ja, want er was een motietje aangenomen in de Tweede Kamer. En hup, daar ging het hele segment kneus ging allemaal met de arm in de lucht. Nou, vrienden. Ja, maar het zijn rare tijden, want zij denken dus bij zichzelf, ja, wij zijn op die A12 gaan zitten en nou gaan ze in de Tweede Kamer en bij het kabinet doen wat wij willen. Dat is ook helemaal niet waar. Nee, dat kunnen ze wel denken, die kneus. Maar, want ze waren al een tijd bezig in Den Haag met die fossiele subsidies. Dat gingen ze al terugdringen. Ja, en zeg maar, deze motie is eigenlijk een verzoekje aan het kabinet om daar weer eens een keertje naar te gaan kijken in de komende 3, 5 of 7 jaar, weet ik wel. Zo. Zoiets is het, ja. Dus er is helemaal niks echt besloten en nog niks gedaan. En dat gaat nog even een hele tijd duren. Maar nee, de klimaatkneus, die zegt tegen zichzelf, nee, maar dat hebben wij gedaan, dat hebben wij georganiseerd, doordat wij daar op de A12 zijn gaan zitten. En nu gaan we daar niet meer zitten, Zegt de klimaatkneus, want de politiek heeft naar ons geluisterd. Nou, vrienden, laten we hopen dat allemaal niet het geval is. Want stel je voor dat elke halve garen die ook maar ergens aan een lantaarn gaat hangen, of weet ik veel, of aan een brug, of op een snelweg gaat zitten, en die wil wat geregeld hebben in Den Haag, en dat daar dan naar geluisterd zou worden. Oh, nou, daar zijn we ver van huis, hoor. Nee, goed. Dus dat is gewoon allemaal niet waar. Weet je, kijk, en de kneus die zegt nu van wij gaan niet meer op die A12 zitten. Nee, en dat is niet omdat Den Haag zogenaamd luistert. Weet je waarom dat is? Het wordt herfst, vrienden. Ja, dat is hem. Ja. Het wordt herfst. Het wordt fris. Ja, die gaan niet met hun kneuzenkont op het koude asfalt zitten. Hey, daar heeft de klimaatkneus helemaal geen zin in. En gure wind en een beetje regen. Nee. Dus die denken, hey, de groeten. Nou, hey, eigenlijk is het jammer. We gaan jullie nog missen, jongens.